Kevin, die zit allemaal gek vast te springen, joh. Wat ben je wel aan het doen? Kevin? Joehoe. Hallo mensen van Marnuken en welkom bij deze nieuwe oldschool hide-and-seek video. We gaan ook op een redelijk oldschool plekje gaan we hide-and-seek spelen. Je kan nu tegenwoordig dus natuurlijk, ja, prop-hunt doen. Maar wij gaan lekker nog even oldschool hide-and-seek doen, omdat dat toch wel iets leuks is. Ik ben in ieder geval samen met Nick Nielen en met Cyril Error en, ja, ik kan wel beginnen met zoeken. Jullie mogen beginnen met verstoppen. Blijf natuurlijk binnen de muren en verstop ergens. Ik ga jullie zoeken om 3:46, wat rechtsboven in beeld staat. Jullie hebben 2 minuten de tijd om te verstoppen. Het is bijna tijd. Zijn jullie een beetje verstopt of niet eigenlijk? Ja hoor. Ja. Oké, ik ga gewoon al beginnen met zoeken, denk ik. Jullie kunnen natuurlijk overal zitten hier op deze vuilnisbelt en... Oh, ik kon jullie hier misschien al door het raampje zien. Ik weet het niet. Letterlijk loopt hij eerst de kamer binnen en dan heeft hij al iemand. Ja, ja. Horen jullie mij al of niet? Ja, dat ga je niet te verraden zeker. Nog niet. Nog geen hints van jullie waarschijnlijk. Maar ik denk dat er sommigen al billen zitten samen te knijpen. Omdat ze me misschien wel in de buurt horen hier zo. Kan je ook hier in het wc-hokje? Nee, dat gaat niet. Hallo? Is er iemand in dit gebouw misschien? Nick Niele? Of iemand anders? Nick? Gaan we even meisjesstem opzetten? Je hebt ook altijd een meisjeskin aan, hè? Ja. Oh my god. Oh, serieus? Daar zit hij ook gewoon. Hallo, Nick. Je had ook wel de slechtste plek, hoor. Het was wel heel erg simpel. Echt, heel dichtbij. Ja, alleen, waar zit die Kevin dan nog? Want je kan hier zoveel plekken op, zoveel kanten op. Je mag trouwens niks slopen of zo, hè? Dat is wel, dat moet wel even duidelijk zijn. Ik zag iemand lopen, volgens mij. Oh, op een dak? Zag iemand lopen? Huh? Weet jij waar Kevin zit überhaupt, Nick? Of weet je dat ook niet? Nee, ik heb hem niet gezien in ieder geval. Ik ben ook in grond kijken. Hallo? Oh, kijk hier even een gunnetje. Dan ga ik hem in hier halen. Kevin? Dan gaat hij terug naar spawn inslaan, hè? Wat zei je? Dan gaat hij terug naar het spawn eiland als je hem kilt. Oh ja, ik ga hem zeker niet killen hoor. Ik ga hem gewoon even opzoeken. Hij kon ons zien, dus hij zit redelijk hoog. Kevin, zit je wel binnen de muur überhaupt, of niet? Hoorde iemand... Huh? Ja. Ik zit binnen de muur, ja. Oké, je hoorde iemand? Ja. Ik zag ook iemand. Ik zag ook iemand. Ik denk dat jij dan Nick ergens hoorde en zag. Dus Nick stond letterlijk een meter van me af of zo. Of jij was het maar. Echt? Ik? Nee, ik heb die roze skin aan. Je kan onze skins toch wel een beetje uit elkaar houden? Dan was jij het. Was ik het? Ja. Nooit. Stond ik een meter... Jij liegt gewoon, hè? Mag je ook bewegen? Nee, dat mag niet. Okay. Je mag wel dansen als je wilt. Maar ik weet niet of je dat durft. Ik ben nu aan het dansen. Ik hoor niks. Ben je nog steeds aan het dansen? Nu niet meer. Ah, hij durft nou niet meer. Nou zijn we dus in de buurt, hè? Ja. Kevin het je. Kijk, Kevin's skin. Kevin ziet er ook uit als een stuk vuilnis. Dus... ja, maar dat is gewoon zo. Dat is gewoon, en jij niet dan? Allemaal... Jij bent een robot. Ja, okay. Je komt van het vuilnis. Je komt van het vuilnis. Ja, genoeg. Hé, hey, maar, Kevin, kan je nog eens dansen? Als je durft. Oké, vooruit. Ik hoor niks. Kan je misschien... Oké, laat ik het zo zeggen. Wat? Over 9 seconden geef ik een hint. Oké, heb je een gun bij je dat je kan schieten of zo? Misschien? Ja. Oké, nee, dat durf je niet. Mijn eerste tip is dat ik bij een boekenkast sta en dat iemand mij al heeft gezien, maar nu... Niet al heeft gezien. Heeft gezien. Nooit. Een boekenkast. Waar staan boekenkasten? Is al dus iemand die me echt al heeft gezien. Boekenkast. Ik heb geen boekenkasten gezien. Oh, jawel, hier. Dit zijn boekenkasten. Maar hier ben ik helemaal nog niet geweest. Hier zit Kevin ergens. Sowieso. Kevin? Ik zit goed, hè? Hij zegt al niks meer, hè? Nee, hij is in één keer heel erg stil. Ja. Ik hoor niks. Ja, het is onzin. Ik zit in ik de buurt. Echt niks. Ik heb ook echt een super opvallende skin voor jullie zometeen. Dit is echt niet waar. Echt waar, ik maak echt geen geintje. Ik hoor echt helemaal niks. Kevin, kan je nu eens gaan schieten dan misschien? Nou, zullen we dat over 1 minuut doen? Oh, als ik verder weg ben zeker. Ja, we zitten in de buurt. Kevin is hier ergens. Ja, daar is Kevin. Wow! Hij valt helemaal niet op en ik was hier nog niet geweest. Dus ik had jou nog niet gezien. Oh, ik ben hier 3 keer geweest. Maar ik vind dat Kevin nu wel mag gaan zoeken, jongens. Ja, oké, vooruit. Oké, Kevin, we zitten verstopt. Jij mag gaan zoeken. Dus Kevin, heel erg veel succes met zoeken.
Bedankt, maar eigenlijk jullie veel succes. Kijken. Ja, nou ja, ik ben wel benieuwd waar je allemaal naartoe gaat. Ik blijf stilzitten en ik hoop dat je als eerst Nick vindt, zodat ik de winnaar word van deze ronde. Want net had Kevin dus gewonnen. Hoop ik dat ik de keren win als verstopper. Ja, Kevin, waar ga je eigenlijk zoeken? Wat is jouw tactiek? Ga je eerst het gebouw zoeken? Ga je ja, eerst is er een tactiek? Oh ja, dat nou, weet gewoon, ik wel. Misschien. De inzoeker, ja. Ik ga in het gebouw. Ik zit nu in een gebouwtje. Oké. Okay. Ik ga het zoeken naar een robot. Oh, een robot. Een roze robot. Ja. Oké. Okay. Een robot. Maar ik val ook het meest op, dus dat is vet oneerlijk, joh. Er zitten sowieso mensen achter die vuilnisdingetjes. Achter die vuilnisding? Wat bedoel jij nou weer? Achter die vuilnisdingetjes? Ik zit hier best wel rustig. Ga weg. Wow, wat was dat? Ga weg. Ik heb Nick gevonden. Nou, jij hebt Nick. Nou, Nick, wat zijn dat voor slechte plekken wat je elke keer hebt, joh. Ja, dat vraag ik me ook af waarom. Ja, maar ik weet niet. Ik heb Kevin ook nog in één keer gehoord, eigenlijk. Ik hoor wel al veel schoten, hoor. Kevin, waar ben jij nou? Ik hoor een schot links van mij. Ik hoor iemand lopen. Ik zie een Nick lopen. Oh, dat moet ik niet vertellen natuurlijk. Oh, je bent zo slimpie, hè. Well, ja, ik zie een man, ik zette. Ik zie een man, je verraadt mijn plek, Nick. Je verraadt mijn plek gewoon hier. Ik zie je, man. Ik zet. Ik ren rond en ik ga gewoon roepen. Nee. Je ziet me niet. Je ziet niks. Ik ben gewoon goed verstopt. Je kan me nergens vinden. Het is onmogelijk. Zie Kevin af en toe wel een beetje springen en zo. Een beetje gekke dingen doen. Zit hij vast? Ja, ik zie een man. Ik zet. En Kevin, die zit allemaal gek vast te springen, joh. Wat ben je wel aan het doen? Kevin? Joe! Kevin? Kevin? Ja? Kan je me een beetje vinden? Nee. Of niet? Nee, serieus niet. Nee. Hij kan me gewoon niet vinden. Hij zat heel warm, zat hij net. Hoe warm? Heel warm. Hey Kevin! Joejoe! Hij heeft me gevonden. Hij had geen eens tips. Ja, ik gaf eigenlijk te veel tips door te zeggen van oh, kijk, super, ik zit daarbij, bla bla bla. Ja, daar werd het wel heel makkelijk. En je zei, ja, ik hoor links het schot. Dus dan moet ik even richten en dan kan ik horen waar je... Ja, dan weet ik ook wel dat je hier zit. Oké, Kevin... Of nee, Nick is de laatste die moet gaan zoeken. Dus Nick, naar beneden kijken, nu. Ik ga met mijn ruimtepistool naar in het ruimteschip. Hoe lastig is het nog om nu nog een plekje uit te zoeken? Omdat ik alles net mogen weet. Ik weet niet waar Nick zit eigenlijk. Ik sta binnen in mijn slaapkamer. Binnen in je slaapkamer, oké. Okay. Spannend! Oké. Ik heb al een plekje eigenlijk. Ik zit naar een poster te kijken. Oeh, ik heb ook een plekje. Oh nee, ik ga hier zo, ja. Ik heb wel een lekker plekje gevonden. Zitten we klaar allebei of niet? Kan hij gaan zoeken? 3, 2, 1, Nick, jij mag beginnen met zoeken. Veel succes. Heel veel succes. Okay, ik ga eens even kijken. Sorry, maar ik loop naar buiten. Serieus? Nou, zagen we daar gewoon nu al meteen. Ik dacht letterlijk dat ik de beste plek had die je me kon bedenken, maar nee. Ja, maar ik loop naar buiten en ik zie voeten. Dat is het ergste. Ach, wat zonde dit. Nou, dat was slecht. Ik dacht dat ik even elke ronde kon gaan winnen. Mm-hmm. Maar dan is Kevin eigenlijk de beste speler van Hide and Seek deze game, want hij is weer de laatste. Ja, wel jammer. En Nick is eigenlijk wel de slechtste. Meen je dat, Kevin? Oh my god, hij zit daar gewoon achter een paal verstopt. Wauw. Oké. Dat is bijna gelukt. Oh, nou, jammer. Dit was eigenlijk best wel een korte en snelle en simpele hide and seek. Maar dit was ook best wel een klein stukje. Junction is natuurlijk niet zo groot. Maar wat? Kijk eens, daar. Twee lama's! Ja, nee, dat zit allemaal een rotzooi in. Vliegtuigen. Ja, wat hebben we allemaal gekke dingen gedaan hier. Er zitten helemaal geen vliegtuigen in de map, joh. Uh-oh. Wie gaat er... Mijn lama's! Gaan we nou vechten om die lama's? Pak Nick! Ja. Pak Nick! Hoe kun je? Knal hem kapot! Mijn lama's! Oké, Nick heeft de lama's sowieso. Nick! Al doet. Nee! Nick! Mijn lama's! Oké, helaas. Daar gaat hij. Ja, mijn lama!
Oké, nou, we hebben de laatste geopend. Jongens, dit was de video voor vandaag. Laat een dikke witte like achter. Abonneer voor meer. En dan zeg ik hierbij, ja, tot de volgende keer maar weer. Doei! Bye bye! Doei!